Zit natuurlijk als groep niet mee, maar die hadden we zo nodig. Oh. Het is gewoon van blijdschap, hoor. Gaat het? Ja, kan wel weer. Ja. Ja, ontzettend blij. Ja. Nee, het was gewoon even emotioneel. Dat we er door zijn. 1-0 Kluivert. Dat staat in de statistieken, maar oh, wat hebben jullie het moeilijk gehad, zeg. Nou, het tweede helft speelden we heel slecht. We gingen veel te laat 1-op-1 spelen, want ze konden maar die bal blijven gooien. Kijk, ze zijn toch sterk daar achterin, of voorin, met kopkracht. Dus we hadden gewoon veel sneller druk moeten zetten. En we hadden gewoon splinten we gewoon helemaal naar voren moeten zetten om die ballen maar uit te halen. Want dat is het belangrijkste en dat deden we niet. Dat deden we te laat eigenlijk. En daardoor kreeg je het heel moeilijk. En kijk, we moeten ook die kans afmaken natuurlijk. Maar ik moet gewoon die goal maken. En dan is het afgelopen, maar dat gebeurde niet. En zelfs tot de laatste seconde was het nog even twee keer die Lombardo, geloof ik. Die twee keer net weer een blok. We blokten gelukkig wel goed, maar... Tweede helft was veel mis, maar we hebben het geluk aan onze zijde. Eindelijk. Ja, eindelijk. Betekent wel dat Ajax overwint het. En dan heb je in ieder geval iets om in 96 om naartoe te leven, om je op te verheugen. Ja, nou, dat heb ik al gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat gepresteerd hebben. En ik beloof dat we na de winst op een goed Ajax zullen zien.